Met dit toestel arriveren bijzondere gasten. De heer Bowlby, een schoolmeester uit het dorp Dalton in Amerika met zijn dochtertjes. De bovenmeester uit Zuidzanden, meneer Van der Repen, wacht zijn collega op. Heel Nederland en heel Amerika weten van dit bezoek. De heer Bowlby heeft de reis namelijk verdiend bij een prijsvraag van een Amerikaanse omroepmaatschappij, waarbij hij een bezoek aan Zuidzanden met zijn dochtertjes als zijn hartewens te kennen gaf. Want dit plaatsje in West-Zeeuws-Vlaanderen werd na de oorlog geadopteerd door de gemeente Dalton en de beide heren kwamen hierdoor met elkaar in contact. Natuurlijk logeert de Amerikaanse familie bij de Hollandse collega. Het hele dorp wordt bezichtigd. En de gastheer kan zijn vriend alles tonen waarover hij sinds 2,5 jaar met hem gecorrespondeerd heeft. De noden en de verwoestingen, maar ook de schoonheid. Tot groot vermaak van de Hollandse meisjes moeten de logees leren fietsen. Maar waar stapt de schoolmeester binnen op deze vakantiemorgen? In het schoolgebouw. Het bloed van een schoolmeester kruipt waar het niet gaan kan.